In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging van DAFS automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld. Dat gebeurde in tegenwoordigheid van meer dan 2000 gasten door Haar Majesteit de Koningin, die op verzoek van de heren van Deurne een hendel overhaalde waarmee de voorste van een serie zware persen in beweging werd gezet. 2 jaar nadat de eerste paal de grond inging, kreeg al dus de productie van personenauto's zijn officiële begin. Maar DAF was hier reeds volop bezig. De groei van een auto begint in de zogenaamde persstraat, waar in lijn opgestelde zware persen de onderdelen voor de carrosserie pasklaar afleveren. Daarna verhuizen deze naar de laststraat. Hier, evenals overal elders in de fabriek in Born, zijn het omgeschoolde mijnwerkers die het werk doen. Ik heb 20 jaar in de kool gezeten en ik kwam zo in de fabriek. Ik kan nog nooit in de fabriek zin voor binnen. Dan viel het toch een beetje tegen in het begin. Maar voor de gezondheid is het beter. Tenminste, dat wil zeggen, voor onze gezondheid hebben we veel gewonnen. Maar de financiële kant zijn we wat achteruit gegaan. Dat geloof ik wel heel zeker. Maar ik zou toch niet meer ondergronds willen werken tegenover wat hier het werk betreft. En ik mag het wel echt wel tevreden zijn erover. In de DAF-fabriek in Born vinden reeds 1300 mensen werk. Het zijn vrijwel zonder uitzondering voormalige mijnwerkers die na de sluiting van de mijnen een omscholingscursus volgden bij DAF. Velen hadden daarbij wel enige aanpassingsmoeilijkheden te overwinnen. Op staat me willen minnen ben ik hier. Nou, ik was halver, ik heb in de voorbereiding gezeten. Maar het is hier rein werk en zuiver werk. Nou, verder bevallen me wel. Het transport van de groeiende auto langs de verschillende afdelingen is volledig geautomatiseerd. Elke dag komen er in deze fabriek momenteel 170 van de band. Dat wil zeggen elke 3 minuten 1. Maar het is de bedoeling dat de productie binnen niet al te lange tijd tot 400 per dag zal worden verhoogd. Wat werk betekent voor ongeveer 3000 man. Met deze nieuwe vestiging in Born, waarin staatsmijnen deelnemen, is een belangrijke bron van arbeid gecreëerd in een gebied dat deze industrialisatie ten zeerste nodig heeft.